Zo, Oudenbos. Hier heb ik een afspraak met Laura. Zij is teamleider en ze wil heel graag haar vriend Gert-Jan verrassen. Ze werken bij dezelfde Albert Heijn, dus dat wordt spannend. Hoi Laura. Hoi. Ik hoor dat je iets van een speurtocht had uitgestippeld. Ja, hij moet vragen beantwoorden. Ik hoop dat hij het allemaal weet, want hij zal wel heel erg overrompeld zijn. En hoe lang zijn jullie al samen? Eigenlijk officieel pas een maand of vier. Ja, het klikt gewoon echt supergoed. Nou, spannend. Laten we maar gaan dan. Ja, leuk. Hoe gaan we het aanpakken? We gaan zo meteen zorgen dat hij niet in de winkel is. En dan gaan we hem oproepen en dan kan speurtocht beginnen. Attentie, meneer Van der Merbel, groenteafdeling alsjeblieft. Meneer Van der Merbel, groenteafdeling. Volgens mij zie ik hier iets wat voor jou is. Oh, dankjewel. Mag ik hem openmaken? Ja. Lieve Gert-Jan, welkom bij de speurtocht naar jouw liefde. Weet jij nog welk drankje jij dronk bij ons eerste tentje samen? Loop naar het vak waar je dit product kan vinden. Waar is dat dan? Waar gaan we naartoe? Bij het bier. Weet je nog dat je met kerst een leuk en origineel geschreven bericht kreeg? Dat is bij de kaarten. Je missie is nu bijna compleet. Ga naar de plek in de Albert Heijn waar wij aan elkaar voorgesteld zijn. Op kantoor. Ik zie allemaal rozenblaadjes hier zo. En waar zouden ze zijn? Hallo! De eerste keer dat we mogen kussen tijdens het ja. Omdat je er altijd voor mij bent en omdat we het samen echt superleuk hebben. En omdat ik ook heel veel van je hou. Dus deze verrassing is voor jou. Dankjewel.